Een hele goede morgen! Het is dinsdag! En welkom bij een nieuwe video. En we zitten in de auto. Remco en ik, hoor je dat? Remco en ik, gaan een coronatest doen. Want wij moeten op reis donderdag. Dus we moeten even een PCR-test doen. Ik vind het nog steeds belachelijk dat het zoveel geld kost, maar dat tezijde. Mev gaat vandaag voor het laatst naar... De school! Eigenlijk... Mevje gaat naar de hele grote school. Mevje gaat naar de hele grote school, ja. Mali gaat even hele kleine school. Mali gaat nog naar de kleine school, ja. Ze gaan beide vandaag voor het laatst, want helemaal in december gaan ze niet. Dus Mali komt januari weer terug, maar Mev gaat daarna naar de grote school. En achterin zit... De kleine school en de grote school. Ja, en achterin hebben we ballonnen. Die ga je uitdelen. We hebben van die bakjes gekocht met sticker erop. Memphis gaat naar de grote school. Allemaal popcorn erin gedaan, dicht gedaan en zo'n ballon opgehangen daaraan. Met Nijntje erop, hè? Met Nijntje? Ja, dus dat gaan we uitdelen. Ja. Enige nadeel is dat die jongen hartstikke ziek is. Dus we gaan hem een uur brengen. We gaan hem brengen nu en dan gaan we testen en dan halen we hem daarna op. Want hij heeft gisteren vaccinatie gehad, dus hartstikke slap. Dus super sneeuw om hem daar te laten, maar we gaan hem... En je hebt niks gegeten, hè? Nee. Nee. Wil je fruit eten dadelijk op school? Ook niet. Nou, daarom halen we hem dus. Mali wel? Ja. Ja, Mali wel, hè? Nee. Ik heb een soort van mijn camera gefixt. Weet je wat het is? Het is natuurlijk door de donkere dagen. Het is eigenlijk altijd donker. Ja. De laatste tijd. Dus mijn camera kon er gewoon niet mee omgaan. Maar hij werd depressief. Mijn camera was depressief. Ja, dat is het. Ja, van het weer. Maar we zijn beide negatief getest. Ja. Dus wij gaan naar... Waar gaan we naartoe? Nou? Naar Dubai. Ja! Wij gaan naar Dubai! We zijn al ingecheckt. De kids daarentegen, vooral Memf. Vandaag was de laatste dag op de crash. En... Hij was ziek. Ja. Dus we hebben hem uiteindelijk voor een uurtje of twee gebracht. En ik wil wat verdenken. Ja, is goed. En maar goed, hij heeft verder op de bank gezeten. Maar hij wilde niks eten behalve frietjes. Mag ik ook een frietje? Ja. Ik zie er niet uit. Ik ben bij de schoonheidsspecialist geweest vandaag. Maar... Ik wilde eigenlijk net zeggen dat je er goed uitzag. Ja, de rest hier beneden. Ja, maar nice. Hierboven niet zo. Nou ja, mijn moeder is vandaag naar Zuid-Afrika gevlogen. In Johannesburg, tenminste ze is er nog niet, maar ze gaat er naartoe. En wat voor drama is het om daar te komen, mijn hemel. En wij hadden ook gedacht van we gaan eerst naar Zuid-Afrika. Goed dat we dat niet hebben geboekt in ieder geval. Maar het is echt dramatisch, hele vluchtstelsel, systeem. Het is gewoon echt, je wilt niet op Schiphol gevonden worden nu. Dus wij gaan lekker vroeg. We kunnen nu ook de taxi boeken trouwens, nu we negatief zijn getest. Wauw! En dan gaan we lekker vroeg naar Schiphol en weg. Ik heb er zo'n zin in. Als je maar door de incheck heen bent en zo. By the way, ik heb... heb ik je nog niet laten zien, hè? Ik heb nieuwe laarzen gekocht. Nee. Alleen, ik krijg ze niet om... Nee, dit valt nog wel mee, bovengedeelte, maar hier kom ik niet met mijn enkel. Dan klikt dat niet erin, zeg maar hier. Het is heel irritant, maar ik ga het wel proberen met panty sokjes, zeg maar. Maar het is wel echt heel gaaf. Het ziet er heel klein uit trouwens, de voet. Oh, kijk! Met heel veel pijn en moeite toch aangekregen. Kijk of ik die focust. Maar... Kijk. Echt jongen, een jaar geleden kon ik hiervan dromen. En dit zijn niet eens hele hoge, maar het zit wel echt super strak. Het houdt niet over, zeg maar. Maar ik ben er wel echt blij mee. Ik vind ze echt gaaf. Maar bij 41 heb ik het op mijn teen echt duwd, weet je wel, tegen de voorkant. Maar 42 is weer te groot. Maar goed. Maar ik heb dus, vandaag was ik bij de schoonheidsspecialist, die heeft mijn gezicht weer behandeld. En laatst zijn die kleine bobbeltjes zijn weg, maar dan krijg ik van die hele grote vlekken. Puisten, zeg maar. Maar goed, ze heeft het weer behandeld. En toen zei ik, mijn lichaamsgeur verandert zo. Let niet op mij, want ik stink, zei ik als grap. Maar ik vind dat echt. En het is niet per se zweet, maar echt een andere geur. Toen gaf ze mij dit. Dit is deo. Het zijn beide hetzelfde, maar ander geurtje. En dit zijn natuurlijke... Het enige wat erin zit is zink, nog iets. Oeh, maar verder...
Is het gewoon. is het gewoon neutraal, zeg maar. Het ruikt op. Ja, nergens naar. Dit is dan Power of Zen en dan heb je zo'n zengeurtje. Maar het is echt zo'n sticker. Dan moet je dan gewoon 2 keer naar boven en naar beneden doen. En that's it. En dan zou het gewoon zweetgeur moeten dekken. Albertijn is er. Dus. Nee, ze gaan zo aanbellen, dus ik denk dan kan je alvast de app en zo pakken. Ja. Om te betalen. Ja, zo een proces en de app pakken. Waarom ben je zo gemeen? Dat is ook niet gemeen. Ja, serieus. Nee, je kan geen nuttig woord komt er uit je mond. Ik pak je telefoon. Hier, app. Klaar. Techniek vertegenwoordigers. Oh, ik ben niet per definitie van het nuttig praten. Hè. Ik ben meer van het heel veel praten. Kijk even rood hoofd. En de helft daarvan. Nee, dat is niet zo best leeg. Ik heb in ieder geval geen bril op. De meeste video's sta ik met bril. Nu zie je mij zonder bril. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en inpak is begonnen. Ik ben zo goed als klaar. Alleen die kleine dingen die je juist stress geven, weet je wel, de tandenborstels van de kinderen. Of ik al genoeg speelgoed meeneem voor de kinderen, dat soort dingen geven mij nu stress. Maar de grote dingen zijn al ingepakt. Remco daarentegen niet. Volgens mij is wel zijn kleding hier. Nou, het is niet ingepakt. Nee, zie je, heeft hij gewoon erop gegooid. En dit is ook maar erin gegooid. En de kinderen hebben daaromheen hun spullen verzameld. Dus, en ik heb ook nog wat kleren daar liggen en daar liggen. Die moet ik even terug in de kast doen, want die gaan niet mee. En ik moet de kleding nog klaarleggen voor iedereen. Of tenminste, voor mij en de kids. Voor de kids en mij, sorry. Om aan te doen tijdens de reis. Maar verder zijn we zo goed als klaar. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en we gaan vandaag weg op vakantie en ik dacht, weet je, vlak voor de vakantie ga ik gewoon nog even wegen en dan weet ik hoeveel ik weeg voor, normaal doe ik het op zondag, maar dan weet ik hoeveel ik weeg voordat we vertrekken en dan weet ik ook straks hoeveel ik ben afgevallen als ik terugkom. Dus ik ga even op de weegschaal staan. Serieus, 88.1? Hoe de hel ben ik nou zo veel afgevallen? Ik ga eens even kijken. Weet jij nog hoeveel ik woog vorige afgelopen zondag? Even kijken, ga ik op TikTok? 89.8? Maar volgens mij was het 89.5, of niet? Nee, kan niet. Kan niet. Deze ook. Kan niet. Ik ga nu in mijn video's terugscrollen. Ja, serieus. Ik woog vorige week... Maar je kijken! Even wachten. Maar je kijken! Ik heb een nieuw hoesje voor mijn telefoon. Dat vindt hij interessant. Hier. 89.5. Ja. Okay. Hoeveel weeg ik vandaag? Oh, kijken! Ja, 89.2. Oh, kijken! Ik woog net 88.1. Mijn ogen kijken! 88.1 woog ik. Mijn ogen. Maar we zien niet zoveel zomaar. Ik moet even bij het licht blijven. Zie je dat? Mijn ogen. 88, dat is... Weet je wat het is? Ja, het is gewoon 1,4. Terwijl ik de afgelopen weken gewoon vrij weinig afviel. Oké. Kijk, 26.6. Dat kan toch niet? Oh, dat is die van jou? Ja. Ik dacht van de kids. Ik schrok al. Nee, maar niet. Oké. Okay. Mijn woog 25 als het goed is. Die. Nee, maar niet. Wacht, we gaan even alles wegen. En dan weet ik wat ik waar moet doen. Nee, maar je weet dat dat minder is. Ja, maar ik weet niet hoeveel minder. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Waar gaan we naartoe? In de vliegtuig. In de vliegtuig. Waar gaat de vliegtuig naartoe? En hoog naar vliegtuig. Je mag niet met je vinger in je neus, hè? Waar gaat de vliegtuig naartoe? Naar? Omhoog. Omhoog, ja, oké. Okay. En daarna? En daarna rijden. Gaat hij rijden? Dan gaat hij vliegen. Maar waar gaan we naartoe, Mef? En vliegen! Waar gaat de vliegtuig naartoe? Vliegtuig naartoe. En een hoog naar vliegen. Ja, maar gaat hij niet naar Dubai? Jawel, hè? Ja! Ja! Nou, we hebben alles gewogen. Alles gedaan wat nodig is. Alles is onder de 25 kilo per koffer. Dus, we zijn er klaar voor. Toch?
Goedemorgen, Mev. Hallo. Doe maar open. Kan je het open doen? Want het is een mooie dag buiten. We hebben maar 4 uur geslapen. Maar dat geeft niet. Want we zijn in Dubai. Ik ben nog veel te brak. Maar ik ga jullie vandaag of morgen... Ik kan het open weer. Ja, doe het broodje maar op tafel, Mev. Niet op de grond. Maar goed, we hebben wel een mooi zwembad hier. En we gaan eens kijken wat de temperaturen buiten zeggen. Ik moet zeggen, gisteravond vond ik het best nog fris. Het was 26 graden. Oké, als je er zo aan gaat ruiken, dan... Hoezo? Dit lijkt wel op cappuccino. Lijkt het? Ja. Okay. Dit is zo'n cappuccino uit zo'n zakje. Ja. Als het niet lekker is, ga ik het echt niet drinken. Nee, dat is goed. Ik heb ook maar... Ik bestel zo ontbijt. 400 zakjes. Ja. Ik ben nog niet hier. Ik kan me openen. Ja. Ik ga naar hier. Baby. Waar zijn we, Mev? Waar zitten we in? In boodschappen doen. In boodschappen doen. Nou, we zeiden dat we nu in boodschappen gaan doen. Maar dit is dus onze auto voor de komende 3 weken. 20 dagen eigenlijk. 20 dagen. En ik heb de buitenkant nog niet laten zien, maar het is een... Ja, dit is zo'n SUV. Echt, Amerikaanse. Ja, hier hebben ze echt van die enorme auto's. I love it. Dit is ook ruimte, weet je wel. Maar goed, we gaan dus lekker even boodschappen doen en... Het is 30 graden, zo voelt het niet trouwens. Nee, het voelt lekker. Het voelt gewoon 25 of zo. Ik heb een strapless topje aan. Dat is echt iets wat ik nooit zou hebben gedragen voorheen. Maar maakt niet uit, ik voel me comfortabel hier, omdat het al wel... Net waren er allemaal vrouwen met die gilets aan. En ik dacht even van, wow, ik voel me hier heel erg bloot. Maar het mag en het kan en waarom ook niet, toch? Ach, zeker, schat, zeker. Ach, zeker, ja. Zeker. Gaan we naar die Carrefour? Ja, prima. Gaan we even... We hebben ook nog niet ontbeten. Nee. Of ja, ook niet geluncht trouwens. Nee, we hebben niks gedaan nog. Half twee. Een beetje hectisch vanochtend, hè? Het was heel hectisch. Met auto halen en regelen en weet ik het allemaal. Ja. Nou, dit is dus onze auto voor de komende 3 weken. Mali, moet je even wachten op mama, hè? We gaan even boodschapjes doen. Oh ja, boodschapjes en doen, zoals Memphis het zegt. Wat zeg je? Oh, ze wil een zwembad. Het is trouwens echt hilarisch. Hebben ze daar zo'n kerstmarkt in 30 graden. Half 4 's middags, hè? Ja. En we hebben nog steeds niks gegeten. Nee, het liep allemaal iets anders. Ik voel me ondanks zelf heel goed. Ja? Misschien is het nog omdat je stress hebt. Ja, nee, maar je bent ook hier, hè? Dit is een land waar je per definitie heel goed voelt. Omdat goed voelen gestimuleerd wordt. Ja. Camera is wazig, komt dus niet focus. Maar we zijn nu gestopt bij een Arabisch tentje. Arabisch eten vooral, heerlijk. Dus we gaan even wat... We hebben het nog niet. Nou, of het heerlijk is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat Arabisch eten lekker is. Maar we dachten, we doen snel even een takeaway. En we zitten hier al 20 minuten. We hebben nog één. Te wachten. Dat betekent wel dat het vers is. Zeker wel. Ik heb er ook goed gevoel bij. Nog één. Zo dat je elkaar niet meer ziet? Nog één. Niet op slaan. We zijn weer thuis aangekomen en ik ga jullie even de straat laten zien. We hebben trouwens boodschappen gedaan en even gegeten bij zo'n Arabisch tentje. Arabisch eten is zo lekker. Ik laat straks even zien wat,
hebben gekocht of gegeten hebben. Maar goed, even de straat laten zien. Nou, kijk. Dit is ons straatje. Verder is er niet zo heel veel tegenover. En dit is ons huis. We hebben een te grote auto om hem recht te zetten, dus zetten we hem schuin neer. Maar normaal gaat hier de gate dicht. En kan ik daar inlopen, zeg maar. Maar goed, het maakt nu niet zoveel uit. En dan kom je hier. Het is een zwembad. En het huis zelf. Klein tuintje hier. En daar heb je ook nog eventueel een deur. Achterdeur, zeg maar. Daar kan je ook de wijk in. Maar dat is niet echt nodig voor ons. En dan heb je hier de ingang. Mama, papa, Mali en Memphis gaan eerst slapen, daarna naar de speeltuin. Oh, ja. Wie zei dat? Ja. Willen jullie slapen? Jullie zijn moe, hè? Oh, gossie. Kom, Mali. Gaan we naar binnen? Hier is de ingang. Kunnen we naar binnen? Kom maar. En dan stap je zo in de woonkamer. En daar is de keuken. Verder niet zo bijzonder. Enige bijzondere is, oh ja, dat hier zo midden in de woonkamer een toilet is. En dat je hier dus een raampje kan open doen. En dan, nou, dat lukt niet. Maar goed, dat je hier dus zo eten op tafel kan zetten en daar kan barbecuen. Ik laat het straks wel even boven zien, maar ik wilde nog even laten zien wat we bij dat tentje hadden gegeten. Wat zeg je? Melk. Wil je meer melk? Ja. Oké, even wachten. Kijk. En hier is dus nog een hele daarvan. Ik dacht, het is even een kleine snelle hap, maar blijkt een hele pizza te zijn. En aan de binnenkant zit er... Ja, 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 ik ga zo melk voor je pakken, Mali. Ja. Echt gevuld met kaas en vegetables, veggies, zeg maar, dus groenten. Echt super lekker, toch? Ja. En ik had ook... Het was meer dan een pizza. Het was meer dan een pizza, ja. En nog zo'n chicken shawarma, die ik, waar ik maar een paar hapjes van had genomen. Het is echt super, super nice. Kijk eens, Mef. Zeg eens goedemorgen. Kijk, daar. Goedemorgen. Kom. Kan je even hallo zeggen? Hallo. Kom. Kijk daar. Zeg eens hallo. Hallo. Goedemorgen. Het is vandaag. Moet je plassen? Nee. Dan zit niet zo aan je piemel dan. Het is toch niet nodig? Je hebt droge lippen, lieverd. Anyway, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Ik ben gisteren lokale tijd 8 uur, voor 8 uur naar bed gegaan. Dat is in Nederland dus 5 uur. 5 uur 's middags. En ik ben nu wakker geworden. Ik werd 6 uur lokale tijd wakker. Omdat hier een moskee naast zit. En het was ochtendgebed. Dus daar werd ik wakker door. Maar dan heb ik gewoon 10 uur geslapen. Heerlijk, echt. Op zich was ik als eerste wakker bij Mef. Van mij wakker. Wat is dat, Mef? Wat heb je gekocht gisteren? Laat eens zien. Tafelmolen. Een molentje? Doe hem eens aan. Ja. Wauw. Maar goed, eerste dag dus. Drama. Gisteren heb ik de hele dag niet gegeten omdat het zo chaotisch was. Pas om 4 uur at ik of zo mijn eerste maaltijd. En daarna s'avonds hier nog de restjes thuis opgegeten. En ik had nog wat zoetigheid gegeten. En ik had een extreme dumping. Echt extreem. Nog overgegeven. Daarna gaan slapen. Waardoor ik dus mijn vitamine vergeten ben. Het is eigenlijk best dramatisch. Maar goed, vandaag ben ik wat uitgeruster. Dus ik ga proberen me weer aan mijn schema te houden. Ik heb net mijn 2 calciumtabletten genomen die ik vergeten was gisteravond. En daarna neem ik gewoon weer de standaard normale vitamine. En ik probeer gewoon weer gewoon te eten, zeg maar. We hebben van allerlei dingen gekocht gisteren. Nou, dit zijn gewoon dus wasmiddel, luiers,
water en zo. Dus op zich niks belangrijks. Maar tenminste, niks benoemingswaardig. Ik heb hier allemaal drank. Kijk, ik heb water, wat cola. Waarom hebben ze zo'n groot fles cola? Of, oh, dat had de huiseigenaar gedaan. Wat cakejes en zo. En overblijfsels van het eten van gisteren, wat ik nog steeds zou kunnen opeten. Ei, kaas, Yakult. Yakult is iets, is eigenlijk wel grappig. Yakult ga ik nu nemen, by the way. Is iets wat ik alleen maar drink hier. In Dubai. Ja, is een koelkast. Is je croissantje lekker? Ja. Ja, hè? Inmiddels is de hele familie wakker. MF? Ja. Zijn allemaal wakker nu. Zijn een beetje rond aan het kijken hier in het huis. En ik moet toch wel even zeggen, hè? Ik ben al een tijdje even buiten. En mijn handen en voeten zijn echt koud. Nee, het is niet koud, schat. Het is koud. Het is nu 23 graden. Mijn neus is ook koud. Mef, blijf je binnen? Het is... Nee, doe maar niet. Nee, we gaan niet naar buiten. Doe maar dicht, Mef. Ik heb het echt fris. Wij zijn gedoucht en aangekleed. Ik heb net zojuist mijn nieuwe ambitie uitgesproken naar deze man en vrouw. En deze vrouw. Dit is trouwens ons bed, maar dat tezijde. Dat is dat ik eigenlijk niks meer wil afvallen. Tenminste, niet veel meer. Ik woog 88,1 toen ik wegging. Ik wil misschien nog tot 85. Daarna is het echt, echt klaar. Want nu ik in de spiegel kijk weer, denk ik, oh mijn god, het gaat me een beetje te ver. En nu moet ik weer in een nieuwe proces gaan stappen om mezelf weer te gaan accepteren zoals ik ben en zo. Maar vooral het ergste ging nog dat bungelende huid. Kijk dan. Dus als je een beetje, als je zou rennen, dan zie je gewoon... Nee, ren je toch niet? Nee, ik ren sowieso nergens voor, maar nee, dan nog. Je strakke broek aan, dan blijf je het gewoon van. Ja, met broeken en zo zie je het niet, maar kijk dan. Dus ja, en trouwens, ik wil wel vaker naar een warm omgeving. En in Nederland wordt het ook wel eens warm, dat je een jurkje aandoet. Dus ik denk, ik vind het wel prima zo eigenlijk. En ja, weet je, en het gekke is, als ik mezelf nu zo in de spiegel zie, ook via de camera, denk, nou, zo skinny ben ik helemaal niet. Zo magertjes ben ik niet. Maar als ik een foto zie, denk ik, dat schrik ik iedere keer weer. Nee, maar het is vooral als je foto's ziet van 2 jaar terug. Nee, ook als ik nu foto's zie. Schrik je ook van. En mensen zeggen ook wel eens, of filmpjes ook hoor trouwens, maar mensen zeggen wel eens van, oh, je lijkt wel 60 kilo. 60? Mhm. Toen dacht ik, no, dat wil ik niet. Dus maar goed, even een tour door het huis. Dit is dus onze slaapkamer. Remco zit daar met een zonnebril. Papa. Dat is niet zo gek, want hier is heel veel licht. Maar goed, hier rechts heb je een badkamer voor ons alleen. Douche plus bad, wc. En dan ga je naar het licht toe. Dus even was wat ik moet wassen. Trap naar... Oeh, pardon. Trap naar beneden. En hier heeft Remco zijn kleding uitgestald. We moeten alles nog fatsoeneren hoor. Dit was voor Mali bedoeld, maar veel te klein. Dus hebben ze maar... heeft zij maar dit bed geclaimd. Dit is een slaapkamer voor haar. Het is een beetje donker. Maar we hebben alles naar beneden gelaten, omdat het anders warm wordt hier binnen. En zij heeft ook hier haar eigen douche. En dan ga ik weer terug. Kijk, hier is ook een wc met douche. Toch? Ja, hierachter is een douche. Tadaa! En die hoort bij deze kamer. Dit is van Memf. Hier slaapt Memf. Wat zeg je? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oh, dankjewel. Zo, wat gaan we vandaag doen? We gaan naar de zee. Naar de zee. Strand. Zwembad. Ja, we gaan... koud. Ja, deze zwembad is koud. We gaan naar het strand, oké?
onze eerste thuisbezorging van eten. En uiteraard... Dan gaan we gewoon weer door met thuisbezorging eten. Ja, iets wat we in Nederland niet meer doen. Nee. Indiën. India's eten. Maar dat kon je niet doen hier. Nee, klopt. En hoeveel hebben we hiervoor betaald? Ja. 30 euro? Ja. Dat is echt bizar. Als je in Nederland bedenkt dat we voor ditzelfde gewoon rond de 50 euro betalen. Ja. De mensen hebben het idee dat in Dubai duur is. Ja, niet vergeleken met Nederland. Vergeleken met de rest van de wereld wel. Nederland is gewoon duur, ja. Nederland is gewoon ontzettend duur. Oké. Nice. Eentje is trouwens pittig. Die is van mij. Dat wordt ook gebracht door een Indiër, hè? Dat geeft gewoon extra dimensie. Ja, Mali, mag cornflakes. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. En we zijn een beetje... laat opgestaan, want het was een onrustige nacht. Mali, die stond naast haar bed vannacht aan het huilen. Ik ga cornflakes pakken. Vandaag ontmoeten we een nieuwe oppas. Deze oppas wil vast voor ons komen werken. Lang verhaal, ga ik nog uitleggen. Maar vandaag is haar eerste dag. En dan gaat ze oppassen en dan voor een paar uurtjes, weet je wel. Dan gaan we even boodschappen doen of zo, dan komen we weer terug. Dus ik ben benieuwd, alleen is zij een straat verder verdwaald. Dus zij is nu, ik heb haar locatie gestuurd, dus ze komt nu hierheen. Maar ja, spannend. Dus echt, ja, ik weet niet, in een land dat je nog niet heel goed kent, is dat best wel ja, spannend. Maar ik heb er wel een heel goed gevoel bij. Net als in Rome toen hadden we ook zo'n oppas gevonden. En ja... Ik mis haar nog. Ik vond haar zo fantastisch en ze was zo goed voor de kinderen. Maar goed, ik heb nog niet ontbeten, dus ik ga eens even wat te eten zoeken. En de kids willen cornflakes. Kom, ik ga even cornflakes pakken. Nou, de kids zijn met de oppas. Ik had het al verteld. Doet de camera het nou beter hier? Nee, er is gewoon meer licht. In Nederland is gewoon super donker. Ah, het ligt gewoon aan Nederland. Dat is gewoon niet geschikt voor klimaten. Nee, maar... het ging hartstikke goed eigenlijk, hè? Met de oppas. Ja. Maar? Ja, ik weet het niet. Wat ik je zei, volgens mij... ik ben benieuwd of zij Memf onder controle kan ja, houden. Ja, Memf is echt... hij wil het liefst stoeien de hele tijd. Ja. En alles uit het handen slaan. En ja, het is, ja nee, maar je moet haar eigenlijk vertellen... Je moet hem disciplineren. Ja, wel hard aanpakken. Inderdaad, nee. Disciplineren. Ja, dat is wel mooi gezegd. Disciplineren. Disciplineren. Want anders heeft hij het door. Ja, en dan gaat hij daar... gebruiken. Ja. Misbruik eigenlijk van maken. Parking is rechts. Maar op zich heb ik er wel een goed gevoel bij. En wij gaan nu ontbijten wat nu inmiddels lunch is geworden. Bij in Marina. En Marina hier, dat is waar die hoge gebouwen allemaal zijn. En waar het ook super druk is. Maar goed, ik heb echt honger. En een beetje misschien onsmakelijk feitje. Sinds ik hier ben, heb ik eigenlijk helemaal geen ontlasting gehad. Ik weet niet of het normaal is tijdens een reis. Ja. En misschien heb ik dat vaak. Ik heb er nooit echt actief op gelet. Maar ik had me toch... Ik heb tenminste een buikpijnaanval nu. En daardoor ben ik gaan opletten en denk... Hé, ik heb daar een beetje... moet daar even wat aandacht aan geven. Maar goed, voor nu eerst eten, want ik voel me zwak. Daarna boodschappen doen. En daarna... ja, weer de kids ophalen, want we wachten ongeveer tot 2-3 uur is en dan gewoon kijken hoe het gaat, zeg maar. Maar ik vind een hele dag misschien nu wel te veel ja, voor de kids. Trouwens, ja. De kijkers hadden gevraagd of wij een Q&A wilden doen. Oh. Sta je daar open voor? Ja, natuurlijk sta ik daar open voor. Dus als jullie dit zien... Wat willen jullie weten? Wat zijn jullie vragen? Wat willen jullie dat we beantwoorden? Dan kunnen we dat in de volgende video even doen. En dan kunnen we dat vanuit de tuin doen. Lekker. Alleen ja, is het donker. Ja, nu is het wel weer... Oh, maar het is hier ook donker. Dus vandaar dat je ook niks ziet. Rij in het parkeergarage, hè? Dus laat maar weten welke vragen jullie hebben. Dan gaan we die beantwoorden. Q&A. Bij jou is het meestal alleen E. Je doet één Q, één vraag. En dan gaat hij een kwartier lang doorlullen. Maar ik hou het niet onder controle. Is het zo? Je mag je mondkap afdoen, hè? It feels good. Oké. Okay. Hi. Looks better. Ah, kijk dan. Het is gewoon nog, zeg maar, gezond eten en zo. Dit is toch fantastisch? Ja. En ik heb het vandaag niet koud.
Nee. FYI. Lekker in de zon. Het is 35 graden. Blijkbaar was het gisteren bewolkt. Het was heel bijzonder hier. Daarom had ik het ook koud. En wij dachten eigenlijk dat het gewoon normale temperatuur was. Ja, dus wij zijn zo gewend aan, aan bewolking. Maar ik ga dit even lekker opeten. Die groente, of nee, wat is groente? Fruitbol. Dat was een van de beste bowls die ik ooit gegeten had. Lekker. Het was Griekse. Luiertas? Ja, kan wel mee. Daar zat als basis zat er banaan met Griekse yoghurt, heb ik gekozen. Aardbei, honing en amandelstukken. Het was echt zo lekker. Maar ik kon daar maar een kwart van eten, want ik voelde me, ja, tot ik ging dumpen, zeg maar. Ik voelde me niet warm worden, ik kreeg het echt benauwd, ik ging zweten. Maar dat is natuurlijk allemaal suiker, al honing, alle fruit, het is gewoon een en al suiker. Dus ik kon hem niet opeten helaas, maar dat heeft Remco gedaan. Anyway, zou ik alles maar dicht doen dan? Ja, pak die luiertas even. Ja, ik ga die luiertas pakken en dan zit de deur. Oh, feit dat men op de deur niet heeft dicht gedaan. Is hier een prullenbak trouwens? Ik heb hier nog eten liggen, want ik neem snacks nu mee met zo'n plastic bord. Gooi ik dat even weg. Ja. Lekker! Lekker, hè? Openmaken. Thuis openmaken. Thuis ook openmaken. Ook thuis openmaken. Ja. Bijna. Het is natuurlijk alweer zondagavond en normaal zou ik de video afsluiten nu. Maar ik was vanochtend vergeten dat het zondag was. Ik ben op vakantie altijd de dagen kwijt en de uren overigens ook. Maar zondag doe ik normaal altijd wegen. Maar ik zei dat ik dit zou doen, meten. Maar dat heb ik niet gedaan en ik denk dat het nu niet een verstandig moment is. Omdat ik net gegeten heb en ik ben wat opgeblazen. Ik had Five Guys besteld en ooit vond ik dat heel lekker, maar... Maar die tijd is voorbij. Zo lekker vind ik het helaas niet meer. Want het is nog steeds wel echt goed. Het is echt een goede burger. Maar niet meer zo lekker. Dus ik stel voor dat ik morgenochtend, zodra ik wakker ben, ga wegen. Maar ik denk dat ik vanochtend ook vergeten was. Wat is nou? Te moe om daarover na te denken. Maar ik ben het dus vergeten doordat ik wakker werd in Mali's kamer. Vannacht ging ze huilen, dus ik dacht ik ga bij haar in bed liggen. En dat vond ze hartstikke gezellig en leuk. Dat het meisje zo lekker had geslapen daardoor. Dus ik denk, nou ja, oké. Het moet alleen geen gewoonte worden. Vanavond wil ik gewoon hier in mijn eigen bed slapen. Ik ga vlogs editen. Ik zorg dat de vlog gewoon klaar is tot aan morgenochtend. Dan ga ik nog even meten. Kijken of ik wat ben afgevallen vergeleken met vorige week. En... dan kan de vlog live. Nogmaals, als jullie een Q&A willen, laat het weten. Laat me vooral weten welke vragen je beantwoord wil hebben. Dan kunnen we dat in de vlog van volgende week doen. Tenzij de Q&A te lang wordt, dan doe ik een aparte video live, zeg maar. Met alleen de Q&A. Nou, dat. En ik ga nu, hier is de tv. Beneden hebben we geen tv, maar hier wel. Dus dan ga ik lekker in bed liggen. Vlogs editen, Netflix aan, gewoon chill. Ik heb het al super koud door die airco, dus ik ga even lekker een warme douche nemen. En dan lekker in bed liggen. Goedemorgen, het is maandag vandaag. En gisteren pas om 12:30 gaan slapen. En men wordt gewoon, zoals altijd, tussen 6 en 7 wakker. Het liefst rond 6 uur. Maar goed, we gaan aan de dag dus lekker vroeg beginnen. En zoals beloofd ga ik eerst even een centimeters meten. Oké, wat ik me kan herinneren is, tenminste herinneren, ik heb het opgeschreven dat het middel 83 centimeter was. Dat is nu, dat kan toch niet? Even kijken. 75? Dat kan toch niet? Dan heb ik het echt niet goed gedaan, maar ik heb een filmpje gemaakt. Dus ik kijk even hier naar dat filmpje. Het is precies hetzelfde. Het was, oké, 76. 76 centimeter. Heup.
steekomvang is, het was 107, nu is het 105. 105 en benen was, even kijken, 65 centimeter en dat is nu, even kijken, op dezelfde manier meten, 63. Bizar. Ik ben gewoon hier op mijn middel nog het meeste afgevallen. Het viel me al op hoor, dat ik niet een soort heel smalle taille had. Maar gewoon, wat was het nou, 74 zei ik hè? 75, dan ga ik nog een keer meten. Maar het is bizar veel wat ik daar ben afgevallen. Want het was dus echt, ik heb het allemaal opgeschreven en ook hoe ik gemeten had, had ik gefilmd. Dus 83 centimeter en het is nu dus 75. Dat is toch een bizar verschil. Hier been was 2 centimeter verschil, heup was ook 2 centimeter verschil, maar dat kan nog. What the heck?